Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Voorlopig hebben we te maken met een noordelijke stroming met aanvoer vanaf de Noordzee met een aantal buien. De buien die zullen geleidelijk aan in de loop van de avond en nacht gaan verdwijnen. We komen morgen onder invloed van een rug van hoge druk. Het wordt rustig wat de wind betreft en het blijft ook veelal droog. Maar op vrijdag dan komt er weer een storing dichterbij zetten trekt de wind aan. En in de loop van de vrijdag krijgen we dan regen op een storing die dus nadert. Maar voor vanavond en vannacht zullen de meeste buien landinwaarts gaan verdwijnen. Het wordt koud vannacht met het kwik net iets boven het vriespunt. Lokaal kan er gladheid optreden en is kans op een enkele mistbank. Verder naar de zee toe blijft het vrijwel veelal bewolkt, en is het minder koud met 6 graden en kan nog een enkele bui vallen. Morgen begint de dag droog met geregeld zonneschijn, maar het is koud. In de middag wordt het 6 of 7 graden in het oosten van het land, tot 9 of 10 graden aan zee. En aan zee is nog een enkele bui mogelijk. Maar in de loop van de dag wordt het op veel plaatsen droog. De wind is matig vanuit het westen tot noordwesten. Dan hebben we vrijdag eerst droog weer met geregeld zonneschijn. In de loop van de vrijdag neemt de balking van het westen uit toe. En tegen de avond kan er in het westen wat regen gaan vallen. Het wordt 6 tot 8 graden. Zaterdag en zondag hebben we veel wind vanuit het westen tot het zuidwesten, soms wel stormachtig wind langs de kust. Verder zijn er veel wolken en regent het van tijd tot tijd, vooral op de zondag. De temperatuur ligt rond de normale waarde van 8 graden. Daarna dan gaat de temperatuur ietsjes omhoog op de maandag en de dinsdag. En voor de volgende week is het uitermate wisselvallig en vrij zacht. Ik ben Diana Woei van weerblazen.nl